Gaan we ervoor, dat is goed, Ries. Voor, voor, prima. Chris Kuppes vuurt zijn troepen nog eens aan. Chris is coach van het G-basketteam van Zolder en stond mee aan de wieg van het G-basket in Limburg. G-basketbal is basket voor personen die een beperking hebben, die niet in een rolstoel zitten, dus eigenlijk bij de gewone reglementen spelen. Nu per niveau, want dat is het grote verschil met het gewone en basket, is dat de reglementen aangepast worden aan het niveau van de speler. Gewone basket is vooral leeftijdscategorieën. En het G-basket wordt dus bepaald aan het niveau van de atleet. Dus het kan goed zijn dat je als 15-jarige jongen speelt tegen iemand die 44 jaar is. Goed, goed, goed. Ik heb gescoord, hè? Ja, maar je zit weer aan het slapen, hè? Ja, dat wel. Wakker blijven. Kom op, nog 20 seconden. Ik vind het heel belangrijk dat personen met een beperking ook in aanmerking komen om te kunnen sporten. In dit geval is het basketbal. Het is niet de meest evidente sport om te kiezen, want het is een vrij technische sport met heel veel reglementen. Maar wij zien dat op lange termijn die jongens en meisjes eigenlijk het basketbal begrijpen op hun niveau. We staan in het midden. We hebben, ene staat dan een vleugel en de andere. Ene staat in het midden. We moeten dan proberen goed samen met elkaar te spelen en passen te geven en zo. En wie de bal heeft, ja, kan scoren. We zijn moe, allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat we niet meer moeten bewegen. Vorig weekend deed het team van Chris mee aan het Unify-toernooi in Lommel. Daarin spelen valide spelers samen in een team met G-basketters. En elke speler heeft zo zijn reden om aan G-basket te doen. Gewoon omdat je dat ook zo even mensen leert kennen en zo. Zo heb ik ook met deze sport nieuwe vrienden en zo kunnen maken. Voor mij is dat een passie. Ik train heel graag, ik zie graag af. Het leuke vind ik aan G-basket is de vriendschap en de echtheid dat je terugkrijgt van de jongens en de meisjes. Maar ook de uitdaging om de jongens te zien evolueren. Zowel op het basketveld, maar ook samen en vooral ook erlangs. Want het is toch wel een meerwaarde in een leven, het sporten. Eerste keer dat we als groep samen spelen, eerste toernooi, dat is goed geweest. Ja, het moment dat we niet goed gespeeld hebben, het moment dat we pech hebben gehad, maar het moment ook dat we heel goed waren. Ja, we gaan blijven door met Unified, jongens. Kom maar, allemaal samen, altijd. One team, hè. One team.